deze verkondigd af als het Ajax dit seizoen eigenlijk weer een keer kampioen wordt. Ja. Ja, waarom denken jullie dat? Omdat het bier zo goed smaakt. En dat het lekker is. Dat heeft niks met jol of aankopen te maken. Nee, maakt niets uit. We gaan toch wel om favoriete trainer is. En waar eindigt Ajax dit jaar? Ja, ik hoop eerste. Ja, je hoopt? Waarom ben je niet zo zeker? Ja, de laatste jaren is minder, misschien niet. Dit is mijn motorfiets, ja. Waarom heb je hem zo gebouwd? Omdat het Ajax bloed door mijn aderen stroomt. Hier zit 10 volledige werkdagen in. Met 3 man. En het is altijd mijn passie en mijn droom geweest om iets unieks te hebben van Ajax. Nou, bij deze denk ik wel dat het gelukt is. Waar eindigt Ajax? Ah, ik denk dat ze wel eerst of tweede worden, denk ik. Waarom ben je niet zo zeker? Het is toch Ajax? Ja, dat ook, maar het is natuurlijk wel heel moeilijk natuurlijk. Hè. Er is natuurlijk ook veel concurrentie natuurlijk. Wat is dit nou? Je bent na alle jaren zonder kampioenschap een andere Ajax gaan aanhangen? Nee, ik heb mijn moeder gevraagd om het zeer lastig te verkrijgen Ajax Cape Town shirtje mee te nemen uit Zuid-Afrika. En dat is gelukkig gelukt. Wat denk jij dat Ajax gaat doen dit seizoen? Ja, we gaan altijd voor het kampioenschap, altijd. En ook al is het 5 jaar geleden, we gaan altijd voor het kampioenschap. Oké, maar dat is dus niet meer gewoon zeggen, Ajax wordt kampioen. Nee, ik bedoel, die bescheidenheid is natuurlijk wel ingekomen de laatste jaren. Laten we eerlijk zijn, de afgelopen 10 jaar is het al niet meer zoals we gewend zijn. Maar bescheidenheid voor dit moment natuurlijk, laten we eerlijk zijn. We blijven Ajax ziet en we blijven de beste. En dat zie je ook aan de historie. En ja, clubs als AZ en Twente, het is leuk dat die clubs nu in opkomst zijn. Maar je blijft toch zien dat Ajax gewoon de club in Nederland voor de wereld is. En ja, dat zal altijd zo blijven. Dat is jammer voor de andere clubs in Nederland. En daarin zie je geen bescheidenheid. Even vragen? Ja. Waar eindigt Ajax dit jaar? Eerste. Ja, waarom denk je dat? Omdat ze de beste zijn.